Het is vandaag woensdag 17 augustus en het is heerlijk weer. Hier weer een update. Ik ben vorige week weer naar het ziekenhuis geweest, deze week ook. En vorige week mocht ik ook weer ader laten. Dat ging niet helemaal zoals het meestal gaat. Ze konden me wat lastiger prikken. Ze hebben er wel 8 keer over gedaan. Maar uiteindelijk na 3 uur had ik 600 milliliter bloed daarachter gelaten. Wat dus ook de bedoeling is bij ader laten. Ik heb ook weer een diploma erbij. Eens even kijken, hier is die. Kijk. Het is een beetje een apart raar diploma. Het is namelijk een kankerdiploma. Ik heb namelijk de 8-daagse cursus volbracht bij het HDI. En dat is een nieuwe cursus waar volgende week in de krant De Trouw een heel artikel over zal komen te staan. Met een interview met een van mijn deelgenoten die ook de cursus heeft volbracht. En dus ook zo'n diploma heeft. En degene die het heeft, heeft begeleid, zou ik maar even zeggen. En wat is zo bijzonder aan de HDI? De HDI zorgt zeg maar niet voor de lichamelijke zorg, maar de geestelijke zorg. En ja, er is eigenlijk gewoon een nieuwe groep kankerpatiënten. Namelijk de survivors, om maar even zo te zeggen. Die nog niet klaar zijn met de behandeling en dus ook nog niet genezen zijn. Maar ook niet overleden zijn. Live in kicking zou ik bijna willen zeggen. En dat is wel een nieuwe soort. Dat komt echt door de verschillende soorten medicijnen die er zijn. Immunologietherapieën, stamceltransplantatie en al dat soort dingen. Ja, dan loop je weer tegen andere dingen aan. Nou, dat is op zich wel weer bijzonder om dat aan deel hebben mogen nemen. En volgende week dus in De Trouw daar een artikel over. Ik hou jullie verder weer op de hoogte. Voor nu zijn jullie weer zover. En heel graag tot de volgende. Hoi!